Photoshop Elements 2024 heeft hier wat verbeteringen en nieuwe functies tot zijn beschikking. Ook is er qua uiterlijk het een en ander veranderd. Als je Photoshop Elements opstart, krijg je net als anders het beginscherm te zien. Hierbovenin kun je allemaal tips bekijken van functionaliteiten, zowel van oude als van nieuwe. Hier kun je kiezen uit de Organizer en de Photo Editor. Als je ook Premiere Elements hebt gekocht om video's te bewerken, kun je daar ook voor kiezen. We bekijken eerst de Organizer. Het uiterlijk is wat veranderd, maar de knoppen op de balk hieronder zijn nog hetzelfde. De knop Maken is verplaatst van rechtsbovenin naar linksbovenin. Die stond altijd naast Delen. Nieuw onder Maken zijn de reel met foto's en de hoogtepunt reel. Deze laatste is alleen te gebruiken met Premiere Elements. En op de reel met foto's kom ik zo terug. Als je hier klikt op tonen, dan zie je nog steeds hier de mappen en de albums staan. En klik je hier op tekst info, dan staat hier nog steeds tekst en informatie. Dit zonnetje hier is wel nieuw. Als je erop klikt, dan krijg je een melding dat je kunt overschakelen via de voorkeuren naar de donkere modus. En via de knop Voorkeuren open je gelijk het scherm Voorkeuren. Bij de UI-modus kun je kiezen voor licht of donker. UI staat trouwens voor User Interface. Kies nu bijvoorbeeld voor donker. En klik op OK. Je krijgt nu de melding dat je opnieuw moet opstarten om de donkere interface te zien. Dus je sluit de organizer, bijvoorbeeld met dit kruisje hier. Je slaat de backup over. En je start opnieuw de organizer. Nu zie je de donkere interface. We bekijken nu in Maken de reel met foto's. Een reel kun je bijvoorbeeld gebruiken op Instagram. Het is eigenlijk niets anders dan een filmpje van een aantal foto's achter elkaar. Je selecteert dus eerst een aantal foto's. Ik heb even een album gemaakt met de foto's die ik wil gebruiken. En vervolgens selecteer ik de foto's met de toetscombinatie Ctrl-A. Nu kies je onder Maken voor de reel met foto's. Hieronder zie je de gekozen foto's staan. Rechts kies je de layout. Ik laat deze nu staan op de verhouding 9:16. En met dit pijltje kun je de reel bekijken. Ik stop hem weer. Niet alle foto's hebben een evenwichtige compositie. Je selecteert dan het gereedschap Verplaatsen. En per foto kun je deze nu verschuiven voor een betere uitsnede. Als je tevreden bent, klik je op exporteren en maak je er een MP4 van. Ik doe dat nu niet en ik annuleer de reel. En ik weet het zeker. Bij het starten van de reel werd de editor al gestart. Om eerst wat foto's te kiezen, klik je op Organizer. Selecteer nu een aantal foto's en klik dan op Editor. Ik heb vast wat foto's uitgezocht en in een album gezet. Deze foto's ga ik gebruiken om het een en ander te laten zien. Met Ctrl-A selecteer ik ze en ik klik op Editor.
Rechtsbovenin zie je weer het zonnetje staan om over te schakelen naar de donkere interface. Als je dat mooier vindt, dan doe je dat. Ik heb zelf de voorkeur voor de lichte versie. Doorgewinterde Photoshop Elements gebruikers zien het misschien al meteen. De expertmodus is van naam veranderd en heet nu geavanceerd. De overige knoppen op dit scherm zijn hetzelfde gebleven. Wel staat de knop maken nu ook hier links in plaats van rechts. De knoppen van de gereedschappen zijn wel een klein beetje gewijzigd qua uiterlijk. Ik vond de vorige gekleurde knoppen eigenlijk duidelijker en mooier. Klik nu op de modus snel. In dit scherm zijn snelle handelingen toegevoegd. Dit zijn volgens Adobe 25 vaak gebruikte handelingen. Ze zijn onderverdeeld in 6 groepen. Automatisch. AI-bewerkingen. En hierbij staat AI voor Artificial Intelligence. Achtergrond. Onderwerp. Creatief. En effecten. Er zitten hier hele handige en nuttige functies bij. Die functies kun je overigens ook elders in het programma vinden, maar hier zie je een hoop verschillende bewerkingen en selecties en correcties die veel gebruikt worden bij elkaar. Bij AI-bewerkingen kun je bijvoorbeeld snel een blauwe lucht toevoegen. Ik doe dat bijvoorbeeld bij de foto met de klaproos. Met dit pijltje maak ik het weer ongedaan. En bij deze foto verwijder ik de achtergrond. Je ziet dat nu de steel van de bloem niet is meegenomen. Omdat de bewerking niet altijd perfect is, kun je op deze dubbele pijl klikken om het een en ander te verfijnen. Soms kom je dan in een specifieke functie terecht. En soms kom je in de geavanceerde modus, die voorheen dus expertmodus heette. Ik maak de handeling weer ongedaan. In de modus met instructies is er 1 nieuwe bewerking toegevoegd. Als je klikt op zoeken, recent, dan zie je de nieuwe hier staan, tekst toevoegen. Bij punt 1 kies je de soort tekst. Denk daarbij aan horizontaal, verticaal of zelfs tekst op pad. Ik hou het hier nu even simpel en kies de eerste optie, horizontaal. Je krijgt nu onderin de gereedschapsopties te zien. De grootte pas ik eerst wat aan, want die staat wel erg groot. Je kunt hier uiteraard ook nog een lettertype kiezen. Om de tekst toe te voegen, klik je in de foto en typ je de tekst. Nu zie je gelijk een andere wijziging die door heel Photoshop Elements is doorgevoerd. Het vertrouwde groene vinkje en het rode rondje met een streep erdoor is verdwenen en is vervangen door dit blauwe boxje met een vinkje en een kruisje. Klik op het vinkje. En verplaats zo nodig de tekst. Bij punt 2 kies je een tekststijl. Als je op geavanceerd klikt, dan krijg je het stijlenvenster te zien. En tot slot kun je nog een verloop of een patroon toepassen op je tekst. Als je tevreden bent, klik je op volgende en je werkt er eventueel nog aan in de geavanceerde modus. Bij de artistieke effecten zijn weer een aantal mooie bewerkingen bijgekomen. In de geavanceerde modus vind je ze hier. Effecten. Artistiek. En in de modus snel. Kun je ze hier vinden. Om een effect toe te passen,
hoef je er slechts op te klikken. Soms wil je de kleuren van verschillende foto's op elkaar afstemmen. Soms gewoon omdat je het mooi vindt en soms omdat ze dan beter bij elkaar in een serie passen. Nieuw in Photoshop Elements is kleur afstemmen. Je vindt deze hier in de modus snel. En in de modus geavanceerd vind je ze hier. Je kunt de kleur van je foto afstemmen met een van deze standaardfoto's. Of je importeert zelf een foto door op Foto importeren te klikken. En je laatst geïmporteerde foto zie je dan hier staan. Klik op een foto en stem hieronder eventueel de verzadiging, kleurtoon en helderheid af. Ik zal even een andere foto nemen. Vind je het effect nog steeds te heftig, dan kun je in het deelvenster Lagen nog altijd de dekking verlagen. Ik heb er straks laten zien dat je in de modus Snel heel snel een achtergrond of een lucht kunt selecteren. Die functies zitten nu ook in de selectiegereedschappen. Kies hier bijvoorbeeld voor snelle selectie, dan zie je ze hier staan. Met deze knop kun je het onderwerp selecteren. In de vorige versie van Photoshop Elements zat deze knop er ook al. Maar je kunt nu ook heel snel een lucht selecteren of een achtergrond selecteren. Met Ctrl-D maak ik dit weer ongedaan. De laatste vernieuwing waar ik het over ga hebben is het gebruik van Adobe stockfoto's. Je kunt nu stockfoto's importeren en mee aan de slag gaan. In het menu Bestand vind je hier Zoeken in Adobe Stock. In dit scherm kun je nu gaan zoeken naar allerlei afbeeldingen die je vervolgens kunt gebruiken in je projecten. Lees wel de voorwaarden bij Adobe, want er zit wel een licentie vast aan de afbeeldingen. Je kunt ook bij de afbeeldingen nu kiezen voor Adobe Stock. En bij de instructie Achtergrond vervangen kun je ook Adobe Stockfoto's gebruiken. Zoek er maar eens op. Hier staat de instructie. Selecteer eerst het onderwerp en pas de selectie eventueel nog wat aan. Ik selecteer de rots er nu bij. Nu klik ik op Adobe Stock. En ik zoek op een waterval. Ik krijg nu veel foto's te zien van watervallen. Ik vind deze wel mooi. Daar klik ik op. En om de foto te gebruiken moet je klikken op gratis licentie. En kijk mij nu eens stoer bij een grote waterval staan. Er zitten in deze versie van Photoshop Elements zeker wat leuke nieuwe handige dingen. Als jouw versie al wat ouder is, dan zou ik zeker overwegen om deze aan te schaffen.
En volg dan gelijk een duidelijke cursus bij Photoshop Plezier, zodat je meteen goed overweg kunt met het programma.